hadden het daar ook gisteren over gehad, maar het vraagt ook veel energie van jouzelf. Je bent wel van nature uit iemand die zich 100% inzet. Is het eigenlijk wel leefbaar allemaal, ook voor je eigen gezondheid ook nog? Of neem je maatregelen? Mijn mama is deze week getroffen geweest door het coronavirus, dus het kwam even heel dichtbij. Dat is toch wel beangstigend, want je kan ze niet gaan bezoeken. Ze is dan ook even opgenomen geweest in het ziekenhuis, dat is allemaal zeer beangstigend. Hè? Dus deze week toch wel een zware week gehad. Ik ben zelf hartpatiënt, dus ik let heel erg op. Ik heb eigenlijk al van het begin van de maatregelen heel erg mijn bezoeken bijvoorbeeld naar de winkel beperkt. Dus ik wissel af met mijn vriend. De ene keer gaat hij boodschappen doen, de andere keer ikzelf. Maar ik ben altijd al zeer, zeer beducht geweest voor besmetting. Tot nu toe voel ik mij goed, dus ik ben daarvoor heel blij. Maar het is heel veel en het is heel druk. Maar als ik zie welke mensen elke dag bijna hun leven wagen, die in de zorgsector werken, ook de mensen die gewoon aan de kassa zitten van de supermarkt en zo. Dit zijn de helden van vandaag. Hè. En ik probeer zoveel mogelijk van achter mijn computer ook te helpen en voornamelijk maatregelen te treffen en daarvoor te vergaderen. Dus als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, dan kan de wereld toch nog een klein beetje blijven draaien. Want dat is toch ook belangrijk. Hè. We moeten de maatregelen nemen, maar anderzijds moet de wereld toch nog blijven draaien. De winkels moeten open blijven, de mensen moeten voeding kunnen kopen. We hebben dat gezien wanneer dat de eerste roddels waren dat we naar een lockdown zouden gaan, was dat een run op de supermarkten, omdat de mensen vreesden dat de winkels zouden sluiten. Ja, zoiets is natuurlijk, zou zeer, zeer slecht zijn. Ik weet niet of dat de kijkers ooit de serie Cordon hebben gezien. Ja, dan krijgen we van die toestanden bij Cordon, waar mensen zullen beginnen plunderen. En zo, hè. Dus daarom mijn gigantisch respect en dankbaarheid voor de mensen die in de zorg staan, de mensen die de winkels doen draaien, de mensen die zorgen voor de elementaire benodigdheden dat we nog altijd, die er nog altijd nodig zijn, voor de apothekers die open blijven, de dokters. Dus daarom sta ik ook om 8 uur te applaudisseren aan mijn raam.